Nog één wedstrijd en dan zit 2010 voor Willem II erop. NEC was zaterdag voor de tweede keer dit seizoen de tegenstander en opnieuw werd er niet gewonnen. In het Goffertstadion werd het 3-1. Vooral na rust was NEC te sterk voor Willem II. Ik denk dat we goed terugkomen naar hun goal. Die op zich wel terecht was, denk ik. Hun begonnen gewoon veel sterker dan dat wij begonnen. En wij stonden niet goed in het veld en kwamen overal eigenlijk een paar meter te laat. Dan komen we goed terug tot 1-1 en spelen ook een kwartiertje, denk ik, goed voetbal. Tweede helft lijkt me duidelijk en zijn we gewoon een stuk sterker. Goeie paas zeg van Jan-Arie van der Heijden, notabene onder druk op Lasnik. Lasnik over de knie bij Nathaniel Wil en er komt een strafschop. 8 minuten voor rust. Lasnik scoort en dus is het gelijk in de Goffert. In de eerste helft hadden we het nog wel ook lastig in het begin met de opkomende de linksback van NEC. Ze ontsnapte te makkelijk naar die kant. In de loop van de eerste helft kregen we dat beter onder controle. We hadden wel een aantal kansen, mogelijkheden en maakten denk ik wel een 1-1 die terecht was. Gezien de kansen en mogelijkheden. NEC speelde ook niet geweldig. Tweede helft zijn we eigenlijk niet meer in staat geweest om druk op NEC te krijgen of om enigszins controle te krijgen op de wedstrijd. Ondanks dat we ook nog wel een paar mogelijkheden hadden. Op 2-2, maar het was niet goed genoeg. Je weet, we stonden in het begin stonden we beter, maar je zat wel onder druk. En ik denk dat NEC een hele goede tweede helft heeft gespeeld. Maar een beetje wel een goed schot, maar dat dwarrelde nogal. En dan kom je 2-1 achter. En ja, dan wordt het lastig, maar ik denk dat je dan, zolang je 2-1 bent, wel in die wedstrijd blijft. Want ze geven ook toch wel ruimtes weg achterin. En we hebben nog wel wat schoten gehad, maar echt niet echt grote kansen. En het laatste half uur hebben zij gewoon bijna gallery play gespeeld en komen er gewoon helemaal niet aan te pas. Schöne gokt op Sibum, maar gokt verkeerd. Nou, Swinkels verdedigt dramatisch uit. Gosens, Vlemings wil. Gosens doet het lekker zelf. En dan is het 3-1 voor NEC en lijkt de wedstrijd gespeeld. Zeker in de loop van de eerste helft en in de rust denk je van ja, hier kunnen we misschien de zaak nog wel omdraaien of naar onze kant toe keren als NEC wat moeizaam aan het voetballen komt. Maar ja, die kwamen juist beter aan het voetballen en toen hadden we het gewoon heel moeilijk. In de loop van de tweede helft was de overwinning van hun wel terecht.